Hallo, Ajax fans. We zijn terug met een exclusieve video en het laatste nieuws direct uit Amsterdam. Voordat we beginnen, abonneer je op ons kanaal en geef de video een like. Zo blijf je altijd op de hoogte van het meest exclusieve Ajax nieuws. Ajax wil Stefan de Vrij aantrekken voor het nieuwe seizoen, volgens bronnen dicht bij de club. De Nederlandse verdediger, momenteel spelend voor Inter Milan, staat hoog op het verlanglijstje van de Amsterdamse club. De Vrij begon zijn carrière bij Feyenoord en heeft sindsdien indruk gemaakt bij Lazio en Inter Milan, evenals het Nederlands nationaal team. Met 70 caps voor Nederland en deelname aan grote toernooien, zoals het WK in 2014 en Euro 2020 en 2024, brengt de Vrij een schat aan ervaring mee naar elke club waar hij speelt. Zijn sterke verdedigende kwaliteiten en leiderschap op het veld hebben hem tot een gewilde speler gemaakt in heel Europa. Ajax. Bekend om hun ontwikkeling van jong talent en attractief voetbal, ziet in de Vrij de perfecte aanvulling op hun team. Met zijn ervaring en kwaliteit zou hij een belangrijke rol kunnen spelen in de ambitie van de club om zowel nationaal als internationaal succes te behalen. Hoewel de Vrij momenteel onder contract staat bij Inter Milan, lijkt een mogelijke transfer naar Ajax niet uitgesloten. De interesse van de Amsterdamse club in de verdediger is serieus en er wordt verwacht dat er in de komende weken verdere gesprekken zullen plaatsvinden om een mogelijke overgang te bespreken. Ajax fans kijken rijkhalsend uit naar de mogelijkheid om de vrij in het rood en wit te zien spelen. Maar voordat we verder gaan, vergeet niet om je op ons kanaal te abonneren en de video een like te geven. Jouw steun helpt ons om je te blijven voorzien van het laatste nieuws over Ajax Amsterdam. Deel ook gerust je mening over de onderwerpen in de reacties. Als speler ben ik bekend om mijn sterke verdedigende kwaliteiten en mijn vermogen om het spel te lezen en te anticiperen op de bewegingen van mijn tegenstanders. Mijn stijl van spelen is gebaseerd op discipline, toewijding en teamwork, en ik ben altijd bereid om alles te geven voor het team. Mijn persoonlijkheid wordt gekenmerkt door mijn vastberadenheid, mijn leiderschapskwaliteiten en mijn positieve instelling. Ik ben een teamspeler die altijd klaar staat om zijn medespelers te ondersteunen en te motiveren, zowel op als buiten het veld. Ik geloof dat mijn mentaliteit en mijn ervaring van onschatbare waarde kunnen zijn voor het Ajax-team onder leiding van Francesco Farioli. Als ik de kans krijg om voor Ajax te spelen, zou ik mijn uiterste best doen om bij te dragen aan het succes van het team. Ik ben ervan overtuigd dat mijn ervaring en mijn kwaliteiten kunnen helpen om de defensieve stabiliteit van het team te versterken en om bij te dragen aan het behalen van zowel nationale als internationale doelstellingen. Ik kijk er naar uit om deel uit te maken van het Ajax-team en om samen te werken met mijn nieuwe teamgenoten en de staf onder leiding van Francesco Farioli. Ik ben vastbesloten om alles te geven voor de club en om te strijden voor elke overwinning. Samen kunnen we grote dingen bereiken en ik ben ervan overtuigd dat we een succesvol seizoen tegemoet gaan. Dat was het voor deze update. Als je de video leuk vond en exclusief nieuws over Ajax Amsterdam wilt blijven ontvangen, abonneer je dan op ons kanaal en geef de video een like. We horen ook graag jullie reacties en meningen. Tot de volgende video.